Hallo, goedemorgen. Ik ga vandaag vloggen. Dus ik ga alles laten zien wat ik ga doen. Ik ben net wakker geworden en ik ga nu ontbijt maken en eten. Ik eet eigenlijk altijd wel hetzelfde. Of haver met pap of iets van cereals met melk. Deze keer heb ik twee verschillende gedaan. Een soort nep Special K en een soort All Brand, ook nep natuurlijk. En ik eet het met oatmilk. En het is best wel lekker oatmilk, maar het is een beetje een raar idee. Want als ik havermout eet met oatmilk, dan eet ik zeg maar havermout met havermout. Dus ja, in de ochtend ben ik nooit zo langzaam. Ik weet niet, ik hou gewoon van rustig wakker worden. Niet te druk. Dus ik zie je. Nou, ik heb gedoucht. Body lotion gebruikt. Ik weet niet of het interessant is om te laten zien. Maar ik gebruik altijd deze. Hij is echt bijna op. Ik denk dat ik niet eens meer een keer mee kan. Maar ik gebruik elke dag body lotion naar douchen. En ik douche elke dag. Interessant. Nou, dit is mijn kamer. Het is echt de meest troepkamer die er is in de wereld, denk ik. Oh ja, ik had gisteren tweedehands dingen geshopt bij een vintage winkel. Oh my god, zoveel mooie dingen. Maar wat ik heb gekocht uiteindelijk was een blouse. Een zwart fluwelen blouse. Dus je ziet dat die witte, witte details. Ik moet hem nog wassen, want het wit is niet helemaal wit meer. En een roze ski broek, want het is echt veel roze ski broek. En een jas, die krijgen jullie zo nog te zien. Sowieso koop ik echt super veel bij tweedehands kledingwinkels. Dit is mijn ski broek. Het is van Sena trouwens. Nee. Ja, ik koop super veel bij tweedehands winkels. Wat ik nu ga doen is make-up op mijn gezicht doen. Want ik heb vet lang al geen make-up gebruikt. En ik heb gewoon even zin om make-up erop te doen. Dus jullie zien zo het verschil. Ik hoop dat het verschil is trouwens. Dus dit is mijn final outfit. Ik heb veel make-up op gedaan. Oh my god. Eyeliner. Losse lippenstift. En ja, oké. Oh fuck. Ik heb... Nou. Oké. Verder heb ik een jurkje aan, tweedehands. Gewoon simpel. Dit is mijn nieuwe jas die ik gisteren gekocht. Super mooi. Het is van fluweel. En ik vind het een Halloween jas omdat hij zeg maar oranje is. Nou, super mooi. Panty en dan deze schoenen. Ik moet nu erg opschieten wat ik afgesproken met een vriendin. We gaan samen studeren. Dus, oh god, ik moet opschieten. Oké, see you soon. Ik ben nu met Nina. Dit is Nina. Are you doing video? Ja, de video. Ja. En we zijn vroeg opgestaan en we gaan nu in de bibliotheek leren. Dit is de bibliotheek van onze school. Het is best wel klein vergeleken met wat ik gewend ben. En ja, het is hier niet normaal om boeken te kopen. Je huurt ze gewoon als je ze nodig hebt. Ze hebben van alle boeken ook heel veel. Ja, we moeten aan de opdracht werken. Ik heb er geen zin in, maar het moet maar. Dus. Wat is dit? Nee. Oké, we gaan eerst heel hard werken en daarna hebben we een break verdiend. Ergens eten. We gaan nu lunchen. Huh? I'm talking to the camera. Huh? I'm talking to the camera. En Nina is... eating stuffed pepper with something, cheese. En ik ben naar de bakkerij gegaan en ik heb twee dingen gekocht. Een spinazie croissant. En die heb ik al eerder gehad, die is zo lekker. En een bananenmoesje en die werd ook zo lekker weer. Wow, yeah. It's banana muffin. Yeah, it looks so big, right? Oh, I need them too. Yeah, it's so good, I guess. Oké, zo, dit is wat ik normaal als lunch eet. Vaak wel meer eigenlijk. Ik ben net een beetje verseerd, maar niet echt heel goed. Het looks so good. It looks very good. We zijn hier in de les. En dat is les. En we gaan dingen leren. We hebben al geleerd hier. Maar hier staat
dat betekent dat mijn naam is. Dan moest hij hier mijn moeder tekenen. Dit is mijn moeder, obvious. Dat is Chica, dat is Shirley. Dat zijn mijn broers. En we hebben nog allemaal andere dingen hier. Lang, klein. En alle andere grappige dingen. Ja, how was your... Ja, nou, dit is een klaslokaal. Het is gewoon hetzelfde als Nederland. We hebben banken en zachte stoelen. En er zit een kapslokaal achterin. En dit zijn mijn... Dit is Nina. Hello. Ja, yeah. Nina, do you want to say something? Dutch for my club. Yeah, well, do you know any Dutch words? Water? Water? Water. Oh, very good, very good. Yeah. That's it. Okay, that's enough. No, pankoekers. Pankoekers? Yeah, yeah, you can do it. Yeah. Wow. And you did, it's like a... Shit. We zijn nu klaar. En het is 5:00. Don't laugh. No, we zijn nu klaar. Het is 5:00 en we hebben net school gehad. Let's en business negotiations. En we staan nu aan het wachten op de bus. Dit is iedereen. Dit is auto. Die komt straks de bus. Waar zijn toren? Ja. Nou, dit is echt. Ik hoop niet dat man moet uit om 5:00. Er zit op een telefoon. En we hebben het over een opdracht die we moeten maken. Het is allemaal heel interessant. Oh ja. Nou, dit is dus mijn jas. Dat kan je wel beter zien. Dus het is fluweel. Het is heel zacht en heel warm. En ik ben er heel blij mee en heel goedkoop. Ik denk 4 euro of zo. I only this my suit. I see the hands in the TV. Nou, we staan nu in de supermarkt. En dit is een beetje wat je hebt in de supermarkt. Deze dingen zijn heel lekker. Het is met gecondenseerde melk of zo. Het is zeg maar een soort harde reep. Structuur is ook zeg maar semi-hard, maar ja, ik denk dat het ook heel vet is. Verder houden ze heel erg van dit. Zuurzalm, dat kan je kopen in pakken, in zakken. En ja, gewoon zuurzalm, ze is helemaal gek. Dit is voor chicken. Oh ja, en koekjes kan je loskopen hier. Die kan je altijd scheppen, vreemd genoeg. Dus je schept gewoon welke koekjes je wilt. Het is bijna etenstijd, of zeg maar ongeveer etenstijd. En gisteren hebben we pasta met pesto gegeten en tomaatjes en we hadden nog over. En Bengt had vanmiddag al wat gegeten, dus ze zei, eet jij de rest? Dus ik heb dat als de rest. En nu warmt zij vissticks op. En een soort kaassoep, zeg maar kuppensoep, hebben ze hier een kaasmaak. Gewoon kaassoep. Super raar, maar ja, dat zie je normaal. Sowieso de smaken die je hier veel hebt zijn dille. Suroom, ui, kaas. Nog meer kaas. Dille. Hey, er zijn een paar dingen die ze hier lekker vinden volgens mij. Nou, dit is dus de woonkamer. Oh, volgens mij heb ik die al best wel vaak laten zien. Ik heb een vreemde idee in mijn hoofd dat ik creatief ben. En dat ik dan soms mijn creativiteit moet uiten. En dan maak ik hele vreemde dingen die eigenlijk lijken alsof ik een kind van 3 heb gemaakt. Dus ja. Dus dit is een vaccinedichtjeshouder. Het is met allemaal hartjes zoals je ziet. En het is rood met groen. Wauw. En ik heb het gedaan met vingerverf. En er zitten 2 kaarsjes in. Dat ze meer licht geven. Dit is ook één die ik heb gemaakt. En wow, deze is echt heel mooi. Want deze heeft glitters aan de binnenkant. Ik weet niet of het slim was om het aan de binnenkant te doen in plaats van de buitenkant. Want ja, glitters. Je ziet zeg maar van de buiten zie je echt niet echt iets.
Zie je? Het is verf met glitters, dus dat is niet echt heel mooi. En dat is gewoon een waxblender met zo'n geurtje. Verder eten we de brood bij. We hebben het brood gekocht bij een soort, ik denk een Russische bakker. Geen idee. Maar het is kaas, mozzarella brood. Ik heb geen idee, want ik ging een stukje proeven, maar ik proefde niks, omdat hier nog niet de kaas begint. Dus ja, ik drink rooibos thee. Dus ik wacht even tot Bengu klaar is. Oh ja, en ondertussen heb ik al een paar kaartjes gekregen. Aha. Nou, deze van mijn oma. Speciaal voor jou, veel liefst. Schattig. Deze ook van mijn oma, een bloemetje. Deze van Emil en Claudia. Eat, sleep, drink while you repeat. Schattig. En eentje van Marjolein. Deze gluten uit Costa del Ermelo. Wauw. Ik moet ook met mijn kaartjes plakken. En ik wil ze nog gaan ophangen. Maar ik wil eigenlijk nog meer kaartjes. Dus, oh ja, en ik doe een soort story in wijnflessen. Dus ik heb alle wijnflessen die we hier leeg hebben gedronken. Maar hier zeg maar alleen het huis. Dus niet zeg maar in geheel hier. En aan het einde doe ik dan een verslag van mijn trip hier door de verslag in wijnflessen. Dit zijn namelijk al interessante wijnflessen. Oh ja, en dit is een soort chocoladeliqueur vanuit Tallinn. Dit zijn nog koekjes van Jay die ik al steeds heb opgenomen, omdat ze helemaal niet lekker zijn. Mensen, dit is echt een hele saaie dag. Ik dacht ik ga vloggen op een dag dat ik... Wacht, ik doe het even uit. Dat ik ga vloggen op een dag dat ik leuke dingen ga doen. En op zich was dat vandaag ook wel zo. Of ochtends ging ik studeren met Nina. En we zouden naar een café gaan, uiteindelijk gingen we naar de bibliotheek. Dus dat was niet echt interessant. En daarna had ik 2 lessen. Dat is eigenlijk ook helemaal niet zo interessant. En nu, zeg maar, het is woensdag. Dus normaal ga ik dan iets doen. Op een date of zo. Ja, echt waar. Maar nu heb ik eigenlijk ook niks te doen. Dus ja. Ik weet, niemand komt langs. Het is gewoon saai. Ik weet ook niet. Sorry. Ja. Dus wat ik nu wel doe. Ik zit op mijn computer. Ik moet straks echt... Ik heb best wel veel huiswerk. Gewoon echt ziek veel. Dus ik ben nu een filmpje aan het kijken. En, oh ja. Ja, we gingen dus naar de supermarkt. En hier hadden we wat meer Russische dingen. Dus ik heb hier dit gekocht. Volgens mij is het halva. En halva is denk ik... Wacht, ik zet even hier. Halva is ook iets Turks. Dus maar het ziet er zo uit. Oh, dat is echt niet goed. En het ruikt een beetje naar pinda's of zo. Ik weet het niet. Ja. Ik ga het proeven. Want ik wil gewoon wat meer nieuwe dingen uitproberen. En ik ga denk ik ook binnenkort een filmpje maken met... zeg maar vreemde dingen proeven. Dus... Het is echt heel vreemd. Zeg maar zodra je het aanraakt met je tanden... breekt het uit elkaar in 1000 stukjes. Een soort poeder. Maar... het ruikt en smaakt een beetje naar pinda's. Maar het is ook plakkerig. Die nasmaak. Oh, die nasmaak is echt heel vies. Oh, wauw. Ja, echt heel vies. Echt heel vies. Ik heb dit vak, cross-cultural management of cross-cultural interactions. En soms moeten we zeggen wat dan typisch is bij ons, stereotype voor onze cultuur. En ik zeg altijd dat Nederlanders gierig zijn. Maar Nederlanders zijn op zich wel gierig, maar het ergste is, ik ben echt super gierig. En ik dacht gisteren, toen ik op mijn kamer chocola zat te eten, dacht ik, dit is echt super gierig. Ik heb bij de supermarkt dat ik chocola gekocht. Ik ga het pakken. En... ik dacht vet chill, want het was gewoon vet lekkere chocola. Maar een soort bonbons. Maar ik ging dat dus helemaal zelf opeten. En nu heb ik het op mijn kamer liggen. Sinds ik het lekker in heb, dan ga ik dus naar mijn kamer. En dan pak ik eentje en dan eet ik eentje. Zodat ik niet hoef te delen met Bengu. Oh wauw, mijn haar is echt vreemd. Donker ook, wauw. Maar dit is dus het. We hebben in verschillende smaken. Je hebt hier ook winkels van. En die verkopen dus al die balletjes in verschillende smaken. Maar... het komt helemaal in zo'n overding.
Dit was karamel, hazelnoot, raspberry. En kijk dan. Kijk hoe schattig. En dit zijn dus van die gedroogde stukjes, vruchtjes. Schattig. Het is gewoon chocola. En dit zijn een soort karamel dingetjes. Oh, het is echt super schattig. Ik weet nog niet waarom ik dit laat zien eigenlijk. Zie, dit is interessant wat ik doe vandaag. Maar ja, het was ook maar 1,95. Maar er zitten dan wel 9 in. Wat echt best wel weinig is. Natuurlijk. Maar toch. Ik denk als je naar de winkel gaat, dan heb je ook wel meer smaak. Misschien moet ik dat een keer doen. De vulling was trouwens helemaal niet zo lekker. Het was niet echt... De chocolasoort was echt wel lekker. En nou ja, dit was gewoon niet zo lekker. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga mijn nagels lakken. Welke kleur? Oh ja, als jullie denken... Chaos. I know. En ik doe eigenlijk altijd een beetje dezelfde kleur. Misschien moet ik dit keer voor paarsig roze gaan. Maar dit vind ik ook een mooie kleur. Maar deze doe ik ook best wel vaak. Deze heb ik nu op. Zie je? Die is echt heel mooi. Deze vind ik ook echt heel mooi. Nou. Nee, ik denk dat ik deze paars of roze nog doe. Ja. Of zal ik donkerrood doen? Maar dat doe ik altijd. Oké, ik ga dit doen. Oké. En dan spreek ik... Misschien moet ik nog wel iets interessants gaan doen. Ik weet het niet. Ik het niet, want... Gewoon... Ik denk het gewoon niet. Oké. Nou, hoi. Dit is het einde van de vlog. Dit is een leuke dag vandaag. Of gewoon niet zo bijzonder. Dus ik hoop dat het volgende keer beter wordt. Misschien wil ik volgende keer wel weer een vlog doen. Als ik echt wel een leuke dag gepland heb met veel dingen. Dus ja. Ik zie jullie volgende keer.